En vandaag gaan we meteen beginnen met. En mijn deel een beetje. Gaan we meteen beginnen met dat creepergat te vullen. Waar ik dat de vorige aflevering al heb voorbereid. Oh, we zitten echt in een eten-noodsituatie. Zo. Dit is wel natuurlijk. Oh, dat gras is al meteen gegroeid. Normaal groeit gras zo traag als je wilt dat het groeit. Als je gewoon random dingen aan het doen zoals dit. Maar dan groeit dat ineens keisnel. Ja, dit is wel mooi. Oké. Okay. Ik denk dat we iets dom moeten gaan doen, maar... Ik kan koekjes maken, maar dat is ook niet echt zo heel goed eten. We gaan beginnen met de sugarkanaal te harvesten. Echt waar, ik denk dat we die boek zelf allemaal afkrijgen. Hè. We hebben nu 2 sugarcane. Ik had er nog 1 in de kist. Maar echt niet meer dan dat. Hoe ver zaten we al met dit? Dan ga ik even kijken. Oh, ik dacht dat er eentje minder hadden. Oké, we zijn eigenlijk al verder dan ik gedacht. Dat is nice. En vandaag wil ik eigenlijk gaan doen wat ik al lang niet meer heb gedaan. Wacht, dit is niet de kist voor de bookshelves. Dat ik daar ga. Ik wil in het water gaan voor wat treasures te gaan halen. Dus ik ga... Heb ik al magma blokken? Voor lucht. Ach ja. Ben ik al doodgegaan in Iron Survival? Ik denk van niet. Ik weet het niet zeker. We gaan even beginnen met de tarwe te harvesten. Oh, waarom is Maarten in mijn base? Waarom is Maarten in mijn dikke base? Maarten, man! Wat is er? Oké, hier, neem een slechte zwaard. Ik heb hier een slechtere zwaard, ik geef hem niet door. Ach ja, Maarten, bedankt. Dat spaart mij weer een nieuw iron zwaard uit. Waar is er, jong? Je ziet dat van type. Waarom? Kom even mee. Ik heb wel geen eten, dus... Sowieso gaat Maarten in een val lokken, hè. Maar ik kan niet lopen, man. Doe een beetje rustig. Ik wou eten, we gaan halen, maar ja. Oh, ik hoop dat ik het rap sterf van de honger, dan ziet Maarten dat ik niet kan lopen. Ik heb niet zo waarschijnlijk dat ze zeggen van, waar is die man nu? Waarom moet hij zo traag, man? Ja, ik kan niet lopen, dus ik ga eten stil. Heeft die geen eten voor mij? Nee. Ze heeft Maarten die ik heb geplant, want die komt uit de nether. Oh, echt waar. Dit is zo'n waste of time. Wat is dit? Moet ik mee in de nether gaan? Maar ik heb al geen eten, man. Dat ik hier wil sterven. Oh, dat is nice. Waar. Ik wist het! Oh, een klutje. Ik kon Maarten niet slaan. Wat een begin van een aflevering. Oké. Nu ga ik even wel bedanken. Thanks. Oh. En dan komen we naar mijn huis. Oh, maar dat is zo. Zo is maar in mijn huis gekomen. Oké, maar ik heb echt geen eten. Hier, ik heb een rotte fles pakken.
Oké, laat me nu rust, maar ik heb nog wat business. Ik kan naar de zee gaan voor de treasures. Kijk, ik ga kunnen opeten gewoon door wat haartjes bij te krijgen. Oké, ik ga me nu even niet focussen op breeden. Want zij zijn toch al onlangs net eruit. Oké, wacht, ik ga sturen DM. Ik hoop dat hij ervoor valt. Dus please, stuur een vraagteken. Of stuur gewoon, wat is dat? Dan denk ik, die is net. Wat ik dus zeggen was, ik ga vooral brood maken. En dan als ik nog twee over heb, dan ga ik de koeien breeden. Dus dan zouden ze nu toch een lange snelheid gemaakt. We hebben nog veel te veel leren in verhouding met onze andere dingen. Hier is nog mijn andere Tower of Farms. Ik heb gewoon even wat eten nodig. Ik ga er waarschijnlijk zo spannend van gaan slapen. Dus ik ga het bij hem doen. Oké, 45 is niet... Ah jawel, 45 is wel deel Warlord 3. Oké, dan worden hier niet gebreed vandaag. Oepsie poepsie. Ik ga even allemaal zijn nest. Deze kist steken. Huts, 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 huts. En nu zo gaan slapen, gaan slapen, gaan slapen. Ik kan niet gaan slapen, zijn monsters. Nu is dat door iemands maag had. Ik heb nu al 7. Ik heb maar 15 brood, man. Oké, ik ben aan het slapen. Nominale diameter? Nee. Die is net. Oh, oh, dat is geblurred! Come on! Waarom mag ik eens die nut zeggen, man? D. E. E. Z. N. Kan ik nu gewoon UTS. Voilà. Zo. Ik zeg nog niks, ik heb met die nuts. Deze video wordt gedemonetized. Dat is wel grappig. Oké, maar ik kom dus altijd met mijn portal uit. Dus onze portals zijn gelinkt. Normaal is dat heel moeilijk om te doen. Normaal is dat gewoon brownen kunnen. Dus wat vind je dat maken? Ik wil me eigenlijk bezighouden met nog iets anders. Maar dat gaat niet voor deze aflevering zijn, denk ik. Wat ik eigenlijk ook wil doen is... Eigenlijk, ik ga dat niet zeggen in deze video. Maar ik ga het Maarten al weten. Oké, dus... Axel mag ook al de zee gaan ontdekken. Dat heeft ze ook al gedaan. Allee, toen hij er nog was. Dus ze mogen niet op andere eilandjes dan deze. Allee, Bal was echt heel... Zo één zandblokje hier is of zo. Oké. Eerst naar die tempel. Ik had misschien echt wel beter magma blokken meegenomen, maar nu is het al te laat. Oké, ik ga eerst deze guy hier killen. Oh, combo. Ik ben er nooit zo dichtbij geweest van... Zo ver weg geweest van het eiland. Dit voel ik ergens een film aan, zo. Echt van het eiland. Want hier moet je zo gaan graven en ik heb geen schop. Ja, oeps, dan gaan we gewoon naar, dan weten we gewoon dat het hier is. Ik wil gewoon iets makkelijk kunnen om te looten. Zo'n gezonken schip. Dat vind ik het makkelijk om te looten, dat ik daar niet moet hakken. Ik denk dat ik iets ga vinden. Mag ik niet te ver gaan? Weet je wat ik ook wel ga doen? Ik ga een paar vissen killen, want we hebben eten nodig. En ik heb namelijk een dolfijn geraakt. Ja, dat is uw schuld, domme dolfijn. Als jij voor me invliegt als ik op vissenjacht ben. Is er nog een vis? Ah. Geen onderwater treasure. Nee? Oh, een glow squid! Ik wil er maar eentje gaan killen. Oh, mooi geluid. Oké. Ik zie niet echt onder water boten. Ik ga wel kelp meenemen en nog wel vissen.
Want brood is goed, maar we hebben het ook daar nodig voor onze dieren. Is zalm niet gewoon beter? Ik ga misschien niet beter zalm gaan meenemen. Ik heb zoveel botten mee, want oh, je kunt geen sugarcane bone meal. Zo sad. Allee. Eigenlijk, maar is een sugarcane farm. Die is nog altijd aan het groeien, dus ik ga vragen. Maarten, mag ik sugarcane nemen? Oké, we hebben nu toch 7 vissen en 2 botten. Dat is niet goed. We hebben ook nog geen kelp gepakt, maar die kan ik gewoon hier pakken. Die is hier veel hierbij. Ik dacht natuurlijk van die kleine prutseilandjes. Oh, ik dacht dat er een broken netherport was onder water, maar dat is gewoon random stenen. Misschien is er bij Maarten zijn water iets. Ik ben de enige die eigenlijk niet aan de zee woont. Even een kelp meenemen. Gewoon voor misschien nog een noot eten of zo. Of XP grinder. Oké, maar bro. Maar als we Maarten zijn ding mogen, zijn sugarcane, dan kunnen we al heel veel vooruit gaan. Ik heb vragen. Mag ik sugarcane van het farm? En dan please. Mag ik sugarcane van het farm, please? Ik heb het heel erg nodig. Oh, wat mag hij nog maken? Mag hij een vlag opmaken? Let's go! Je maakt waarschijnlijk van waarom is al die jongens wel sugarcane nodig, maar sugarcane is echt buiten misschien echt het bespelde dingen zoals diamonds, mending boekjes, netherite. Heb ik sugarcane echt een van de meeste nodig. En papier kan het niet maken zo. Sugarcane van vorm. Dit is ook zijn vorm. We hebben nog even 2 stukjes. Oké. Okay. Nu hebben we wel te weinig leer, denk ik. Maar ik weet niet zeker. Oké, we kunnen toch naar huis gaan met eigenlijk heel weinig loot, buiten natuurlijk de sugarcane. Maar die is wel heel nice. We kunnen nog een beetje gaan rondzwemmen. Oh, ik zit er onder water. Ik zit er een gezonken schip. Oké, we kunnen toch misschien nog wat loot gaan halen. Oh nee, is dat niet het schip wat Axel heeft onderzocht? Nee, ik denk niet dat Axel zo ver was gegaan. Misschien wel. Ik weet het niet. Ik weet wel nog dat hij ergens een onderwatermonument was en zo zei van, huh, we zijn gescamd, geen loot, maar hij was gewoon niet eens aan het graven. Dus. Natuurlijk vind je dan geen loot, dat is altijd onder water. Ik denk dat we nu pas ver weg zijn van begin eiland. Zullen we ons gewoon een secret base gaan maken, ergens random in een eiland? Dat kan niemand vertellen. Allee. Niemand is eigenlijk gewoon alleen maar Maarten. Is dat nog een schip? Ik weet niet of ik daar mag. Het is wel heel ver. Oké. Okay. Heel snel, snel, snel. Mos. Aardappelen. We hebben een nieuwe blok. Van 1.17. Mos. Iemand, laat me naar boven gaan. We hebben ook aardappelen, dus we kunnen ook een aardappelvorm maken. Het is gedaan. Met het stomme brood die we eigenlijk voor andere dingen nodig hebben. Ik ga nog even de andere aardappelen meenemen. Als je mij laat zwemmen. Gewoon zoveel mogelijk zoals ik kan. Nog het laatste. Nee. Ik ga je echt niet door doden. Ik ben te vrooi hiervoor. Boom. Oké, ik ga nog kijken voor 1 andere kist. Dan al die dingen mee dan nemen. Maar ik ga er even wat haartjes bij laten halen. Want eigenlijk is haartjes nog extra lucht die je hebt. Die gewoon heel traag regenen. Mijn trail daar aan het gebeuren is, ga ik misschien nog even een paar vissen pakken. Oké, dat monument moet een andere keer pakken, want ik heb geen schop. Oké, dan mijn lucht nu even weggaat, dan heb ik toch niet uit, want
Dat krijg je echt instant terug. Vissen kill is zo satisfying. Je hebt toch één haartje? Ik bedoel, we hebben terug. Nog maar één haartje eraf. Hier in de kapiteinskamer is niks. Dus we gaan nog kijken of er één kist van achter is. Want één kist in een schip is wel redelijk roerig. De jackpot eigenlijk, waarvoor ik echt wil gaan. Gewoon de drie dingen die ik hoop dat ik kan vinden. Is een wortel. Is een schatkaart. Of gewoon diamonds natuurlijk. Treasure map. En boeken. En papier. Dit hebben we heel erg nodig. Dikke progressie hier. Wat als we nu sterven in de zee? Wat als we nu sterven in de zee? Oh! We hebben zoveel dingen om het thuis zoveel beter te gaan doen. We kunnen aardappelvorm maken. En we kunnen keiveel boekenplanken maken. En we kunnen een kelpvorm maken. En dat is het. Dus ik had meer verwacht. Wel heel veel progressie. Ik ben er blij mee. Wat drijft daar? Oh! Groeiende inktzakken. Die had ik... Oh, pas op. Die moet ik niet proberen dood te gaan. Door die stuff. Oh, die liggen wel daar. Nee. Nee. Oké, ik ben kunnen ontsnappen. Het is eigenlijk al zo lang geleden dat 1.16 is uitgekomen. Ik vond 1.16 eigenlijk een van de beste updates sinds tijden. 1.17 is ook heel goed. Dus eigenlijk hebben we nu al twee hele goede updates. 1.17 is nog niet volledig uit. Maar je kunt wel al de nieuwe caves ingaan. Maar dan moet je dat aanzetten voordat je een wereld maakt. En dat is echt heel cool. Oké, ik zie mijn huis al. Oh, nog meer sugarcane. Nice. Oké, wel... Waarom lijkt hij zo klein? Waarom heeft hij een drietand? Oh, misschien, als we daar een drietand van krijgen, dan kan ik die misschien gaan aansmeren voor, aan maken voor een paar diamonds. Allee, een paar. Eén is voor mij goed. Maar waarschijnlijk krijgen we een drietand niet, want dat is best wel een rare drop. Ook van mensen met een drietand. Dus gewoon even sneaken. Nee, alleen een domme schelp. Spijtig. We zijn echt heel aan het verliezen, man. We kunnen zoveel doen thuis. Ik ga beginnen met... ...terug ons dingen uit te breiden. Ons enchantment room. Had ik niet verwacht dat we zoveel... Ik had eigenlijk gedacht dat we vandaag het minste in de enchantment room gingen doen. Sinds een paar afleveringen. Want de sugar cane was echt totaal niet gegroeid. Want leer is geen probleem. Ook al hebben we geen leer meer, we hebben toch nog 7, maar ook al hebben we geen leer meer, dan kun je eigenlijk heel makkelijk aan komen door gewoon koeien te breeden. Hier kan ik omhoog klimmen, denk ik. Allee, hoop ik. Ah, nee. Dan moet ik op de trap gaan. Oh, waterval. Ah. Wel later, ja. En ik word... Zit ik er zo traag dat er al die vines zijn? Oh! Waar is mijn huis? Waarom vind ik mijn huis niet meer? Waarom is water ook niet... Allee, ik... Oh, let's go, leer van deze lama. Oh, van deze ocelot, let's go! Nee, ocelot geef ik geen leer. Kom maar, waar is mijn huis? Ik heb mijn magisch huisje gezien. Maar dat staat nog niet, dus er is geen rush. Ik had letterlijk mijn magisch huisje gezien. Wat is dit? Hier moet het toch ergens zijn? Ja, ik zie licht. Wat is dit? Het is gewoon een gat dat ik ben ingevallen. Ze zijn echt compleet verkeerd. Wacht, daar is Axel's huis. Dus daar is mijn huis. Trouwens, de mensen die willen weten waarom Axel ja, gewoon weg is. Hij komt gewoon niet meer online op PlayStation. Omdat hij de spelletjes op PlayStation 7, zegt hij. Dus ja. Dat was dat dan. Ah, de nieuwe orbs zijn ook. Dus als we nu iron vinden, krijgen we veel meer iron.
Maar ja, als hij niet een keer aan wil, dan moet je dat zelf weten. Maar ik ga altijd gaan slapen, dus ik denk dat ik ook mijn goesting ga doen. Oké, even alle dingen verzamelen. We gaan zien hoeveel progressie kunnen. Maar alle sugarcane. Al het hout. Ik pak ook gewoon dat hout. Dat is ook hetzelfde. Ik heb ook een rest. Oké, we maken eerst. Hier nog wat papier bij. Dan maken we 9 boeken. Dan maken we 4 boekshelves. Wauw. En nu kom ik. Nu kom ik leertekort, zoals ik al zei. Oké, wacht. Dat hebben we allemaal niet nodig. En we hebben altijd die kaart. Oh, alleen zijn er een cobblestone. Oké, boom. Dus nu kunnen we al eigenlijk de onderste rij van de volgende ook af hebben. Had ik heel snel moeten doen, want het domme skelet is hier. Skeletten, hè? Dat zijn sowieso die irritantste mobs. Allee, misschien creepers, nog een beetje meer. Is sugarcane wel veel? Oké, ik ga even met alle tarwe die ik net heb weggelegd. Even de koeien bedienen. En in de volgende aflevering maken we de aardappelvorm. En dan gaan we die treasure ding doen. Hé, hey, Maarten. Joe. Oh, we konden eigenlijk gewoon slapen. Ik denk nu echt dat ik hem niet zie. Ik heb hem net eruit schrijven. Oh, Net eruit schrijven gaat mooi hier. Zijn we op toen? Oh, afronden. Eerst met de koeien brieden. Oké. Okay. Hier. Hier. En hier. Iedereen eten. Ik heb normaal 2 baby koeien. Oké, okay, dus. Sorry, volwassen koeien. En toch een. Heel veel steek hebben, kan ik al meteen de babykoeien gaan groot maken. Oké. Okay. 2 leer van 4 koeien? Wat een scam. Maar dat is echt wel afronden, maar ik ga toch eerst een boekje kijken of ik nog een boekje kan maken. En ik ga wel. Waarom volgt Maarten mij zo? Maarten hoort mij toch waarschijnlijk op dat moment. Oké, okay, spijtig genoeg. We kunnen nog maar. We kunnen nog maar 1 boekje. Dus we hebben nog 1 boek nodig en we weer een ding. Oké. Okay. Maar eerst eens wat dat eruit zit. Oké, okay, dan gaan we kijken naar deze aflevering van Iron Survival. En gaan we de steek in de oven. Tot de volgende keer. Doei doei. Zeg doei Maarten. Doei.